Hallo kijkers van Shinesprite, ook mijn gloednieuwe aflevering van Metabots en Rakusho version. Ik word hier keihard ingemaakt door een of andere vrouwke met beesten met ballonnen. Nou weet je dat. Met ballonnen nog wel. Ja. Waar zijn ze mee gevuld? Petroleum? Ja. Ik word hier zo hard afgemaakt, dat is niet te doen. Dat is niet te doen? Oh. Niet te doen. Dat is niet goed dat het niet te doen is. Ik weet ook dat ik binnenkort gewoon even een ding moet veranderen van mezelf. Want die tank die ik heb gemaakt, dus die final boss tussen haakjes. Nee. Die is fucking traag, maakt niet uit op welk... Ja, dat merk ik nu. Ik denk dat we allebei die Final Boss gebruiken. En wij maar denken, oh, Final Boss is goed. Nope. Ja. Terwijl, ik vond hem in dat huis, zeg maar, in die playhouse. Ja. Dat vond ik hem helemaal niet zo heel slow. Nee, maar de playhouse heeft ook een ander terrein. Hè? Het is echt terrein gefocust. En ik denk dat dat het voornaamste is. Dat als je in het juiste terrein zit, dan... is hij nog wel aardig snel. Wat een kutspel zeg. Oké, en nog meer open deuren die je in wilt trappen? Ja. Oké, ga maar door. Welke open deuren wil je in trappen? Wat een kutspel. Oké. Mocht het niet dezelfde deur zijn? Nee, geliefd een andere deur. Nou. Waar de fuck moet ik naartoe? Ik heb geen andere open deur dat in te trappen. Nee, je hebt gewoon. Dat is dan weer jammer dat je geen andere open deur hebt om in te trappen. Mm-hmm. Ik ben niet zo'n deurenintrapper. Nee, oké. Moet ik daarvoor naar Sander toe? Ja. Ah. Hij is wel een deurenintrapper. Jammer genoeg zit Sander niet in deze Discord server, dus ja. Helaas. Dit is op zich wel heel geinig, zo van, dit voelt aan als het begin van Black and White. Van, ja, niet praten met Karin. Oké, maar waarom niet? Gewoon niet, maar waarom niet? Gewoon niet. Nee. Echt, sommige mensen. Kom op, maak dat beest dood. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat ik hem nog ga winnen ook. Dat zou wel geniaal zijn. Wacht even, je bent gewoon bezig met een random fight of wat ben je nu aan het doen? Ja. Huh. Zo, nou hebben we dat klaar, dat klaar. Dat klaar. God, hoezo ontwijkt hij die nou weer? Oh. Omdat de game het ontwijkt. Waarom ontwijkt hij? Omdat hij ontwijkt. Oeh, fijn dat je dat even zegt tegen mij. Waar is Erika? Bij de E. Van Erika. Ben je inmiddels al achter wat er te doen valt? Ja, hij woont op zoek naar Karin, dan naar Koji, dan naar de school en dan zoeken waar Erika uitspookt. Oké. Dit wordt voor mij echt een feest. Dat je die eerste drie mensen al gevonden hebt. Nou ja, het was een beetje zoeken van, oké, waar is Karin? Oké, zoek roze. Oh, ja, gevonden. Nee. Dan scheelt het wel. Zo. Oh, deze game. Is hartstikke leuk. Ja.
Want wat is nou de onderliggende draad in dit verhaal? Helemaal, die is er niet. Ja, maar het is toch wel handig om even toch te hebben. Daar waren de makers er niet mee eens. Nou, ja, dan ben ik het niet eens met de makers. Want ik zit echt te kijken van, oké, jongens, wat ga ik voor de komende zes uur doen? Ja. Helemaal niks. Nou ja, zo voelt het ondertussen wel, ja. Ja. Oh nee, mijn Phoenix. Anyway. Je Phoenix is gone. Mm-hmm. Wel laatst over tv-shows, hè? Kijk jij nu Expeditie Robinson of helemaal niet? Ja, alleen ik heb de aflevering van gisteren nog niet gezien. Ah. Was wat je wou gaan zeggen, had dat invloed op... Ja, had wel invloed op dit part van de ding van vorige keer had gezien, maar... Okay. Ik vind het idee wel geinig dat ze nu 3 teams hebben. Ja. Maar ik zit ook zo in van... Wacht even, je kan dus een persoon terughalen... als jij goed kan gokken wie weg wordt gestemd. Ja. Maar tenzij ze opeens zeggen van... oké, we stemmen meerdere mensen in één keer weg. Heb je toch een loop gemaakt uiteindelijk? Zolang je de correcte persoon kan gokken. Dat klopt, alleen ook omdat heel veel mensen al... omdat ze je al een beetje door hebt van... ja, je kan ervoor kiezen om niet... iemand te versterken, redden. Ja. Dus dat wordt gewoon snel gekozen, zeg maar. Ja. Dus dat is al iets wat... waardoor je eigenlijk al weet dat het niet gaat gebeuren. En je weet natuurlijk niet wat er speelt in het andere team, zeg maar. Nee, klopt. Dus ik denk dat ze daar niet zo snel bang voor zijn... Waar moet ik heen? Ik weet het niet. Waar moet ik heen? Ik kan niet naar België. Ik ken de lyrics niet. Serieus, waar moet ik heen? Wat is het allereerste waar je naartoe moet in dat stadje? Allereerste? Ja. Nou, meteen de eerste afvraag is, waarom spelen we deze game? Dat is de eerste. Ben je over dat stap heen, dan ga je over het spoor en dan zoek je het meest roze huis wat je kan vinden. Ik zie niet eens een spoor. Oh, daar is een spoor. Dit is zo onzin. Ik heb een Metabot omdat hij geburnt is. Letterlijk tot... Zijn HP is letterlijk 1-1-1-1. Maar omdat ik hem niet kan raken, kan ik gewoon die laatste hit niet doen. Het roze... Oh, de intercom. Jezus, als je het niet leest, dan ben je echt genaaid. Oh, nee, dit heeft niks te maken met lezen. Dit heeft gewoon te maken met het feit dat de game gewoon niet eerlijk is. Ja. Want jij denkt, je ziet Erika bovenin staan bij de school. Je denkt, oké, Erika is bij de school, dus ik moet naar de school toe. Ja. Fout. Je moet eerst naar Karin. Waarom naar Karin? Ik heb geen idee. Een of andere rare fetish voor Karin. Ik weet niet. Ondertussen moet ik even zometeen onthouden dat ik even een part ga aanpassen. Dat ik even iets anders eronder ga zetten, want hoe snel nu die tank is, is echt dramatisch. Hij heeft nog geen ene move gedaan. En dit is al waardeloos. Ja, nou ik reset hem gewoon, want dit werkt toch niet. Ah ja, nu mag ik het hele stuk opnieuw doen. Kut, nu moet ik opnieuw. Want ja, Ikki zegt wel, ja, ik moet eerst naar Karin en Koji. Ja, maar weet ik veel waar Karin en Koji wonen. Nu weet je het wel. Ja, nu weet ik het wel, maar het is wel zo van, wacht even.
En als je Koji hebt gehad, moet je... Naar de school toe. En dat is in het gewone land, zeg maar. Nee, dat is in hetzelfde stuk waar je hier hebt. Je moet op het scherm waar je bent, helemaal naar boven waar het Erika stond. Oké. Okay. Zo. Even doorspammen en dan kunnen we zo meteen weer verder door. Word je ook kort helemaal neergeslagen door een jongetje? Ja, door die jongen ben ik het ook neergehaald. Dus was een zeer enerverende ervaring. Nu moet ik Erika ergens vinden. Oké, okay, ik gooi even iets anders erop. Oh nee, ik heb geen Rubber Robo medals meer. Heb ik iets... Wat heeft hoge propulsion? Dat is 43. 43. Ja. Fuck it, we doen fucking Fortress. Dat is Pokémon. Ja, maar blijkbaar ook een stel benen. En dan gaan we zo meteen even save en dan gaan we weer door. Oké. Ik moet even nadenken. Is het misschien niet handig om iets anders te doen? Misschien is dat wel handig, ja. Want ik ga even kijken of ik misschien iets heb wat anti-defend is. Want je hebt zo in de gaten dat het ding defend wil nog wel eens defenden. Oh, deze game. Deze game, inderdaad. Wil je hierna, als we deze game hebben uitgespeeld, eigenlijk nog een andere serie met mij doen? Of zeg je van, laat maar. Ja, je krijgt van deze game wel van, ja, laten we ook een keer wat leuks doen. Nou, Milan, kies wel alle games uit. Ik heb ooit iets in mijn achterhoofd, omdat jij zegt zelf van... Ja, ik wil een hele slechte game doen. Oké, prima. Ik heb al een hele slechte game in mijn achterhoofd. Nou, ik hoef niet per se een slechte game te doen. Ik heb een super slechte game in mijn hoofd. Is het Skyrim? Nee, het is geen Skyrim. Ik heb niet eens Skyrim. Slowdown. Nee. Cancel optic, cancel bom, no escape, cancel graph. Nee. Waar is de can't defend button? Kaboom. Kan ik gewoon niet iets makkelijks... Ja, dit helpt ook gewoon, het feit dat je niet echt makkelijk iets kan vinden van... deze. Makes impossible to defend an attack. Oké. Welk nummer is dit? Nu wordt het interessant omdat je... Nu wordt het interessant omdat je gaat kijken van... heb ik? Welke parts heb ik? Wat kan ik ermee? Maar hij zit echt soms te kijken van, wacht even, maar ik zoek dit met dit. Heb je dat? Nee.
Oké, maar dat helpt mij niet echt met zoeken. Nee. Jammer dan. Het is, ja, maar zo voelt het. Van, oké, je wil de game begrijpen. Ik weet het, dat is al een poging tot mislukking. Ja. Dat weet ik. Maar dan wil je begrijpen van, oké, hoe werkt deze game? Hoe zit alles in elkaar? En dan zit de game alsnog zo van, nee. Gewoon, nee. Ga maar zoeken. Ja, maar ik wil gewoon een normale filteroptie dat ik kan zoeken naar dit. Nee, krijg je niet. Jammer dan. Het is zo ongelooflijk. Je denkt iedere keer. Ja, je denkt iedere keer dat je misschien de game begrijpt. Maar zelfs met het feit dat jij en ik alle parts hebben, zitten we alsnog te kijken van, oké, maar wat zijn wij nu eigenlijk aan het doen? Ik heb wel een meisje verslagen, kaboom. Ja, je hebt ook dat kleine jongetje al verslagen? Nee, dat ben ik nog niet. Oh. Ik heb een wild meisje heb ik verslagen. Hé, hier is het jongetje. Oké, heb ik nog een medal hiervoor? Ja. Oké, dan probeer ik met deze. Ik heb geen idee of dit werkt, maar weet je wat? Fuck it. Had het wilde meisje misschien een beer en een zeemermin? Ja. Wilde haren, koele kapsels, het is een tienerfantasie. Oké. Nee. Leuk dat je erbij bent. Nee, zeg maar ook niks. Oké. Ja, sorry. Sommige referenties snap ik. Sommige referenties gaan volledig over me heen. Ontwijk. Waarom ontwijk je hem niet? Wacht even. Je kan niet defenden, maar je kan wel de defense status opzetten. Ja. En wat voor defense zoek je eigenlijk? Nou, die knights, want zo'n jongen heeft gewoon heel veel van die defend opties. Dus dat... Ja, bedoel je die zilveren defend opties? Ja, maar ik zoek iets wat dat kan blokken, dat hij niet kan defenden. Ja. Nou, ik heb dus dat blijkbaar gevonden van can't defend. Maar ik kan alsnog dus een can't defend ding opzetten. Waarvan ik weer denk van, wacht even. De hele ding hiervan is dat jij niet kan defenden. Ja. Net zoals jij taunt doet, maar de opponent nog steeds Will-O-Wisp kan doen. Zo van, dat hebben wij niet afgesproken. Zo. Maar dat maakt deze fight zo ongelooflijk kloot op dit moment. Omdat hij gewoon iedere keer kan defenden. En ik wil gewoon niet dat beest kan defenden. Mm-hmm. Moet jij ook tegen dat jongetje? Ja, ik zit ook vast bij dat jongetje, ja. Dat is het hele probleem op het moment. Van, omdat hij kan defenden, moet ik hem proberen te raken met andere dingen. Maar ja, ga hem maar raken met andere dingen. Ja. Want ik heb nu wel iets wat kan zeggen, no defend. Mm-hmm. Alleen, dan kan hij dus niet die ability doen op degene die kan defenden. Ja. Duidelijk. Ja, dus ik wil het precies doen op de character die kan defenden. Mm-hmm. Maar hij doet op de character die überhaupt niet die vaardigheid heeft om te defenden. Wow. Dus dan zet ik zo van, wacht even, maar waarom heb ik jou dan op die manier klaargezet. Zo verdomd onlogisch. Want voor de rest heeft deze medabot helemaal niks.
Dus het enige wat het kan doen is gewoon die status dingen. En dat is het. Voor de rest doet hij niet zo heel veel speciaals. Dus je hebt eigenlijk gewoon helemaal niks aan die bot. In principe niks. Want degene die... In principe degene wat hij zou moeten beschermen of zou moeten doen, dat doet hij al niet. Dus ja, ik heb eerlijk gezegd gewoon geen klote aan. Nou, kom op, maak dat ding even kapot. En omdat ze ook gigantisch veel... ze hebben ook 100 HP. Mijn Metaforce ding doet maar 25. Dit voelt ook gewoon aan. Ik zit steeds een beetje meer op het randje van... Ik heb geen zin meer in deze game. wij dansen ook gewoon op de rand consequent, hoor. Dat komt niet door jou. Het komt echt gewoon door de game zelf. Ja. Maar ik heb ook inderdaad geen idee hoe het komt dat ik de game niet snap. Ja. Want ik zit echt even te kijken van oké. Damage kan ik niet. Ik kan hem interrupten, maar dat heeft ook geen zin. Ik kan chargen om hem op die manier damage te doen, maar ik weet niet of ik daar genoeg tijd voor over heb. Dus dan is het al heel snel van oké, wat nu? Oké, Metaforce is scattered, hartstikke mooi. Ik heb nog steeds geen idee wat je aan het uitspoken bent. Nou, dat is dus het ding. Degene die nog wel de defense status had, kan nu nog defenden. Heel praktisch. Ja, dus je hebt er gewoon helemaal niks aan. Nee, dus... werkt in dat opzicht zich werkt het perfect omdat het doet wat het niet zou moeten doen. Mm-hmm. Jongens, ja, kijk, kan ik jou hiermee killen of niet? Of heb je weer te veel HP? Nee, te veel HP. Oké, even voor het idee. Ik heb een zwaard wat level 46 is. Ik weet niet wat dat level betekent. Maar normaal Pokémon zeggen mij dat 46 hoog is. Ja. In een game waarin je vaak ook dingen hebt tussen de 100 ongeveer. Mm-hmm. Ja, hij heeft alweer gewonnen. Dus waarom... Zullen we deze aflevering beëindigen? Is dat tijd dan? Nou... Het is tijd. Tegenaan, oké. Ja. Ja, ik moet toch resetten, dus ik heb niks anders te doen. Ja. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie misschien de volgende keer. Adios, amigos.